Het is zo vierkant allemaal, hè? Nee, lijkt me niks. Nou, ik vind het wel prachtig, ja. Mooi, heel erg mooi. Net een Lego-huis. Veel te veel ramen. Het gebouw zelf is wel mooi, maar er is niks meer van die binnenstad over, hè? Vreselijk lelijk. Vreselijk. Best niet in de binnenstad. Ik vind het plein ontzettend vooruit gegaan zijn bij vroeger. Dat wel. Dat was de stem des volks over het nieuwe gebouw van de Nederlandse Bank aan het Frederiksplein in Amsterdam. Het is duidelijk dat de president van de bank, de heer Zijlstra, ook een mening heeft. Wij vroegen hem daarnaar in zijn werkkamer. De eerste impressie als hij hier binnenkomt is rust. Er dringen weinig geluiden van de buitenwereld tot je door. Je kunt hier heel rustig arbeiden. Zonder één kwaad woord te willen of te kunnen zeggen van het oude gebouw aan de Turfmarkt. Want het was een fijn gebouw en heerlijk om in te werken. Dat gebouw had de sfeer van de 19e eeuw. Dit gebouw heeft natuurlijk nog geen sfeer van de 20e eeuw. We weten nog helemaal niet wat de sfeer van de 20e eeuw is. Dat weet je pas in de volgende eeuw. En het fijne van dit gebouw is, een van de vele fijne dingen is, dat men hier zich rustig kan concentreren op alle vragen die uit binnenland en uit het buitenland op je aanstormen. Onze centrale bank heeft verschillende taken. Zo moeten beschadigde bankbiljetten door nieuwe exemplaren vervangen worden. Het afgekeurde papier wordt in bundels van 100 stuks door een ponsmachine ongeldig gemaakt, waarna het in speciale ovens volledig wordt verbrand. Over brand gesproken. Geregeld ontvangt de Nederlandse bank geld dat door brand zwaar beschadigd werd. Indien de specialisten de biljetten kunnen reconstrueren, ontvangt men de waarde geheel of gedeeltelijk terug. De Nederlandse bank, die vooral over de gezondheid van onze economie moet waken, beheert nauwgezet de Nederlandse goudvoorraad, die slechts weinigen te zien krijgen. Die ligt opgeslagen achter stevige stalen wanden die ook voor onze camera's gesloten bleven. Veel is er gesproken over dit nieuwe bankgebouw dat nu officieel in gebruik is genomen. Van het dak af heeft men een uniek gezicht op vele bekende punten in de Amsterdamse binnenstad, zoals het Rijksmuseum. De magere brug over de Amstel. De Westertoren. Over de nieuwe behuizing van de Nederlandse Bank is het laatste woord nog niet gezegd. Er zal zeker nog lang over gediscussieerd worden. Te veel beton en glas. Het is wel modern, maar ik vind het niet mooi.